Afgelopen september werd voor de derde keer de beroepeninfomarkt georganiseerd door Rijksmedia. Dit keer was de locatie de A4 Droom in Lelystad. Zo'n 1400 mensen hebben deze markt bezocht, waar een groot aantal bedrijven zich presenteerden met opleidingen en allerlei informatie over hun vakgebieden. De fase 3, de formule simulator, samen met de instructeur. En die gaat dan kijken of je aardig kan vliegen, of je dingen kan oppakken. Je doet in Nederland zaken met Corbett. De bedrijven die ze presenteerden op deze banenmarkt, dat waren onder andere Luchtverkeersleiding Nederland, Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht, die zelfs een echte F-16 hadden meegebracht, die prachtig mooi op het buitenterrein van de A4 Droom stond opgesteld. NAJAC en vele, vele andere bedrijven, waaronder andere ook het ROC. Deze bedrijven probeerden de mensen informatie te geven over een baan in de luchtvaart. Een hoop mensen bezochten deze markt en konden naar diverse lezingen gaan die werden gehouden door de standhouders. Er waren lezingen van de Koninklijke Marine, er was een lezing van de Koninklijke Luchtmacht, de Boeing 747, de PHBUK die hier in Lelystad staat, was het decor voor Bisecure Nederland. Bisecure Nederland is een bedrijf dat zich specialiseert in training geven voor vliegend personeel en dan speciaal het nabootsen van stressvolle situaties. Deze trainingen in de Boeing 747 die werden door een groot aantal mensen bezocht. Van welke opleiding bent u? Diverse bedrijven presenteren daar wat hun allemaal voor deze mensen kunnen betekenen. En dan moet je zich voorstellen, dat kan zijn een baan als piloot. Wat gaat dat kosten en hoe ga je dat financieren? Ook de Luchtverkeersleiding Nederland was aanwezig met een grote stand. En NAJAC, ROC, dat allemaal om de mensen te proberen goed te informeren over een baan. En zeker in deze huidige tijd. Ik ben PO2, heb ik ook een PO1 voor mij doorheen. Bij de KLS. Ondanks dat deze derde banenmarkt hier in de A4 Droom een groot succes was, waren er toch een aantal mensen teleurgesteld dat ze hier in de A4 Droom bij de beroepeninfomarkt geen baan konden vinden. Maar de doelstelling van de organisatie was de mensen te informeren over hun baan in de luchtvaart of in de reiswereld. En de mensen die daarvoor gekomen zijn, zijn zeker niet teleurgesteld. Vooral dat er ook de mogelijkheid bestond om behalve informatie op te vragen over een baan in de luchtvaart en de reiswereld, was het ook mogelijk om het sfeervolle A4 Droom te bezoeken. Hallo, hoi. Hoe is het dan? Ja. Goed jongen. Ja, ik ga hartstikke goed. En zo konden de mensen, terwijl ze naar huis gingen, nadenken hoe het is om in de luchtvaartwereld te werken.